Goedenavond allemaal, mijn naam is Earl Kerriage. Ik ben officieel spreker voor SkyWorld Community voor Nederland. Ik ben daarnaast ook lid van het communicatieteam en wij zijn, zoals het woord al doet vermoeden, verantwoordelijk voor de communicatie binnen Nederland. Daarbij doen we dat ook voor België, voor degenen die Nederlands spreken in België. Dus dat is een kleine moeite en soms heel groot plezier. Ik ben ook professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter en daarmee is het mogelijk om visualisaties te maken van Unitsky String Technologies. Op dit moment is het milieu een hot item en als we dan kijken naar wat er gebeurt in de wereld, dan zien we dat we eigenlijk dagelijks nieuwsberichten voorbij zien komen dat ons klimaat opwarmt, dat het maar één kant uitgaat en dat het eigenlijk niet de goede kant is. Ik ben helaas geen geleerde op het gebied van klimaatbestrijding, maar één ding weet ik wel en dat is dat alles wat we nu doen, dat het natuurlijk een gevolg zou hebben voor onze nabije toekomst. En als we dan kijken naar innovatieve systemen die worden ontworpen, zoals windenergie en of zonne-energie, dan zijn dat fantastische ideeën, maar dat zijn ideeën die eigenlijk nog in de kinderschoenen staan. En als ik dan een nieuwsbericht van heden te dagen moet volgen en moet geloven, dan zou het zo kunnen zijn dat Nederland medio 2030 met stroomtekorten te kampen gaat krijgen. Nou goed, soms is een idee heel goed, maar het kan soms ook te vroeg zijn voor een idee. En soms zijn de ideeën er al, maar vinden diezelfde ideeën eigenlijk ook een hele grote weerstand op bepaalde continenten. Nou, en een van die ideeën waar we het vandaag natuurlijk over gaan hebben, dat is het concept van Unitsky String Technologies. En dat is een idee dat eigenlijk, zoals we hier op deze ronde cirkel zien, die bestaat uit vier vakken. Dat is een idee wat eigenlijk alle vragen waar we nu mee te maken hebben, zou kunnen beantwoorden. Leven op ecologische wijze, transport, een transportsysteem op milieuvriendelijke wijze. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken. Wij gaan het vandaag specifiek hebben over Unitsky String Technologies. Dus dat is het transportgedeelte. En deze cirkel geeft wel aan dat het eigenlijk buiten het transportsysteem wat wij vooral kennen, dat het eigenlijk een totaalconcept is wat eigenlijk een antwoord is op een hele grote vraag die we massaal op dit moment hebben. Unitsky String Technologies is eigenlijk het bedrijf van Anatoly Unitsky. En wie is Anatoly Unitsky? Anatoly Unitsky is de general designer van Unitsky String Technologies, UST, of USKY Transport. Eigenlijk mag je al die namen gebruiken. Hij is medio 1978 begonnen met zijn idee te visualiseren, vorm te geven en eigenlijk op dit moment te certificeren en ervoor te zorgen dat het de markt kan betreden. Nou, op het westelijk gedeelte is Anatoly Unitsky nog steeds een zeer onbekend persoon. Maar hoe oostelijker je gaat op de wereldbol, hoe bekender Anatoly Unitsky is. Hij heeft een aantal onderscheidingen gekregen voor het werk wat hij heeft verricht. Hij heeft een aantal samenwerkingen met de Verenigde Naties voor hetzelfde werk wat hij heeft verricht. En zo kan ik zijn lijst met positieve stukken en wat hij heeft bereikt alleen maar langer maken. Dus al met al kijken we hier naar een concept wat nog lang niet klaar is, wat eigenlijk ook nog steeds in de kinderschoenen staat, maar wat wel op een punt is om langzamerhand de wereldmarkt te gaan betreden. Dit is Anatoly Unitsky met een van de vele certificaten. En mensen vragen zich ook vaak veel af van wat maakt nou dat het zo lang duurt. Nou, het certificeringsgedeelte is een heel bureaucratisch proces. Daar heb je helaas geen invloed op. Met de beste wil niet. Maar dat zorgt er wel voor dat het soms langer duurt dan noodzakelijk is. Alles wat Anatoly Unitsky ontwerpt, zoals we dit hier op de certificaat zien, dat moet worden beveiligd. Dus hij heeft ook voor alles wat hij ontwerpt een patent. Hij heeft het in verschillende landen en in verschillende landen hebben ze ook verschillende regelgevingen. En als we dan kijken naar de Europese regelgeving, want uiteindelijk is het ook zeer met z'n allen hopen dat dit transportsysteem ook in Europa wordt uitgerold, moet je natuurlijk wel goedkeuring hebben van de Europese overheid. En die heeft Anatoly Unitsky met zijn bedrijf Unitsky String Technologies dan ook op zak. Dit certificaat is afgegeven medio 2018 door de Europese overheid in Brussel. Dus ook in Europa zijn ze op de hoogte van het bestaan van Unitsky String Technologies. Maar ja, goed, er is hier al een flink groot transportnetwerk uitgerold door middel van treinen en dergelijke en concessies. Dus voor een nieuwkomer wat Unitsky String Technologies nog steeds is, is het gewoon heel rustig afwachten op dat ene moment dat een private instelling of een overheid het ziet zitten om in zee te gaan met Unitsky String Technologies.
Daarnaast heeft Unitsky String Technologies vorig jaar ook een certificaat gekregen dat aangeeft dat het bedrijf inmiddels een bona fide bedrijf is. En dat dus betekent dat wereldwijd alle mensen met een gerust gevoel, of een gerust hart, zo je wil, zaken zouden kunnen doen met Unitsky String Technologies. Dus ondanks de huidige politieke situatie waar we nu mee van doen hebben, kan er internationaal gezien nog steeds zaken worden gedaan met Unitsky String Technologies. En dat gebeurt ook. Daarnaast is Unitsky String Technologies in Wit-Rusland inmiddels verheven van een normaal bedrijf tot een wetenschappelijk bedrijf. Dus ook al is het bedrijf nog steeds in de opstartfase, dan zie je ook wel dat ze inmiddels een stapje naar boven zijn getreden en dat ze op dit moment opereren en functioneren op wetenschappelijk niveau. Dus dit geeft ook al aan dat Unitsky String Technologies een zeer gedegen, serieus bedrijf is, wat straks daadwerkelijk ook de commerciële trajecten zal gaan uitrollen. En wat is Unitsky String Technologies dan? Als we nu naar de sheet kijken, jullie zien een stukje tekst. En ik ga er rustig bij vertellen wat jullie zien. Aan de rechterkant zien jullie dus een foto met, heel simpel gezegd, een horizontale rail. En in beeld zie je verticale pilaren. Nou, vanaf nu zal ik die pilaren ook intermediate supports gaan noemen. Dus dit zijn intermediate supports. En daartussen is een stringrail gespannen. En over die stringrail rijden modules of daar kunnen ze aan hangen. Maar wat direct opvalt is dat er heel veel ruimte overblijft voor het groen. Dus dat betekent dat je eigenlijk geen stukken groen meer hoeft op te offeren om daar een spoorconstruct doorheen te laten rijden of te bouwen. Maar dat je eigenlijk alles op het tweede niveau kunt laten plaatsvinden, waardoor je dus ruimte bespaart en uiteindelijk dus ook ruimte gebruikt die normaal gesproken niet zou worden gebruikt. Wat zou Unitsky String Technologies nog meer kunnen betekenen? Een goedkopere manier om te reizen van A naar B. Een goedkopere manier om te bouwen. Het zorgt ook voor een beter leefklimaat voor mens en natuur. En zo kan ik de lijst alleen maar langer maken. Het is goedkoper op vele fronten. Het is ecologisch verantwoord, CO2-neutraal, energie zelfvoorzienend. Dus eigenlijk zie je ook al dat ze hier ook alweer een antwoord bieden op heel veel vragen waar wij nu mee te maken hebben. Nou, in het verleden hebben ze natuurlijk ook geprobeerd om een transportsysteem te realiseren op het tweede niveau. Toen ik pas begon met Unitsky String Technologies te promoten of erover te vertellen, en het is nog altijd promoten, want ik ben er zeer enthousiast over. Toen zeiden mensen ook veelal van, ja, maar dat systeem dat bestaat al. In Duitsland hebben ze verschillende steden met een dergelijk systeem. Nou, het klopt. Er is in Duitsland een systeem en in verschillende plaatsen. Dat gebruik maakt van het tweede niveau. Nou, als we nu kijken naar de linker foto, zien we hoe dat eruit ziet. Dat is in de Duitse stad Wuppertal. Ja goed, smaken verschillen, maar je ziet het, je kunt het innovatief noemen. Je laat een tram rijden op het tweede niveau. Het verschil is wel dat deze tram nog steeds bestuurd moet worden door een machinist. En ja, uiteindelijk dat het niet heel snel en efficiënt is. Maar goed, het is een eerste stap in de goede richting, zullen we maar zeggen. Want waar we ook mee te maken hebben, is dat steden langzamerhand uit hun voegen barsten. En als we dan kijken naar bijvoorbeeld een stad in Indonesië, zoals Jakarta, die is uit zijn voegen gebarsten. En ze zijn op dit moment ook in Indonesië bezig om te kijken of ze een nieuwe hoofdstad kunnen realiseren. Ook in India hebben ze met dat probleem te maken. Er is veelal verouderde infrastructuur. Mensen staan veelal heel lang in de file, zowel heen als terug. En eigenlijk vind je het op heel veel plaatsen op de wereld, is het eigenlijk orde van de dag. En hebben we te maken met dit soort situaties, die eigenlijk ook alweer milieuvervuilende situaties opleveren, zoals smogvorming en andere onaangename situaties. Daarnaast maken mensen nog steeds veelal de vergelijking met een kabelbaansysteem. Ja, Unitsky String Technologies lijkt wel op een kabelbaansysteem. Het is een kabelbaan. Nou, dan moet ik die mensen veelal gaan uitleggen dat dat niet zo is. En op deze foto zie je ook hoe een kabelbaan eruit zou kunnen zien. Het is veelal een getrokken systeem. Door middel van twee tandwielsystemen, zowel boven als onderaan een helling en daartussen is een kabel gespannen of ligt er een kabel in de grond die gondels omhoog trekt, zoals in San Francisco. Of wat we veelal kennen op een skilift of op een skipiste, zien we dat het gebruikt wordt voor een skilift om van beneden naar boven te gaan. Mocht er nou een ramp voltrekken, wat ook wel veelal gebeurt met dit soort systemen, dan komt het hele systeem tot stilstand. Dus mensen zitten ook wel eens uren vast in zo'n gondel. Als we dan nu gaan kijken naar Unitsky String Technologies, dan is Unitsky String Technologies een innovatief transportsysteem wat beschikt over eigen motorwielen, over artificial intelligence. Dat zijn zeg maar onboard boordcomputers die de modules in staat stellen om zelf te denken, om zelf te rijden en zelf problemen, mochten ze ontstaan, te detecteren en eveneens op te lossen.
Nou, we zien nog steeds dat, dat er een kabel is gespannen. Die kabel heet de zogeheten string. Maar het is totaal niet te vergelijken met een kabelbaansysteem zoals op de vorige sheet. Het is echt een innovatief transportsysteem wat, ja, wat zijn weerga niet kent. En wat zo high-tech is dat eigenlijk de mensen niet weten wat ze overkomt. Dit is een 2D-oppervlak van, van onze aarde. En zo ziet onze aarde er dus uit. Dus het is even een platte pannenkoek. En op het moment dat wij mensen willen gaan bouwen, ja, dan wordt het natuurlijk een letterlijke platte pannenkoek, want dan moeten we de hele boel egaliseren. En dan zien we dat ook dat bepaalde dieren die leven in een bepaald leefgebied letterlijk en figuurlijk in het gedrang komen. Dan moeten wij gaan bouwen en dan hebben we te maken met veelal slappe grond. Dus er moet een fundering op worden gebouwd, want anders zou de boel ook kunnen verzakken. Maar die fundering is ook al veelal groter dan noodzakelijk. En als het, in dit geval eindigen we met een doorsnede van een spoorconstruct. En dan zien we dat er een soort drietrapsraket ontstaat waarbij er heel veel grond vlak is gemaakt voor het stukje bouwwerk. Vervolgens is er een egalisatielaag opgekomen en uiteindelijk de uiteindelijke bouwlaag in de vorm van een spoorconstructie. Je ziet dat er een soort drietrapsraket ontstaat, ja, wat eigenlijk heel veel onnodige ruimte in beslag neemt. Dan heb ik het nog niet over de ruimte die het in beslag neemt voor bepaalde dieren die leven in een leefgebied. Als we nu gaan kijken naar het innovatieve idee van Unitsky String Technologies, dan zien we dat de zogeheten intermediate supports in de grond staan. Dat zijn die zwarte verticale pilaren. En daartussen is een stringrail gespannen. Nou, en wat direct opvalt is dat het landschap, of ons aardoppervlak, nagenoeg gewoon intact blijft. Het blijft voor 95% intact, omdat de intermediate supports of verschillende spanwijdtes van elkaar kunnen worden gespannen. Dus dat betekent dat dieren die in een bepaald leefgebied leven, rustig kunnen door blijven leven. De intermediate supports kunnen op de gewenste afstand die de klant zou hebben, van elkaar gespannen worden. Dus dan kun je denken aan intermediate supports waarbij de pilaren op 200 meter van elkaar staan. Of zoals ze nu in Sharjah aan het bouwen zijn op 288 meter. Of zoals op een meer gedegen afstand van 40 meter, 20 meter. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of het is mogelijk. Aan de rechterkant zien jullie een doorsnede van de stringrail, hoe dat eruit ziet. Dan zien we dat het bestaat uit een rail bedding. Dat is het contactpunt waarbij de wielen contact maken met de stringrail. Dit alles wordt bij elkaar gehouden door de behuizing. Er zit milieuvriendelijk opvulmateriaal in. En uiteindelijk zien jullie 6 getwiste snaren. En dat zijn dus in dit geval de stringrails. En zo ziet dat er dus van binnen uit. In het blauwe kadertje aan jullie linkerkant van de sheet zien jullie het anti-derailment system. Dat is het systeem wat zich veelal bevindt onder de witte kappen van de modules. Dus dit is een heel belangrijk systeem, want dit is een ontsporingssysteem. En dit systeem, dat mag niet falen, want dan zouden de modules kunnen ontsporen. Dat kan nog niet, want er zitten zoveel innovatieve vernuftigheden aan, dat die modules niet van de baan af kunnen geraken. Maar het is wel een heel belangrijk systeem. De modules van Unitsky String Technologies kunnen op dit moment op een interval rijden, plus minus van 20 tot 50 seconden. In de nabije toekomst is het de bedoeling dat ze op een interval gaan rijden van vanaf 2 seconden, net wat de klant wil, net wat er mogelijk is. Maar ze zien dat er heel veel mogelijk is en het is ook onbemand. Dus eigenlijk heb je hier voor dit systeem ook geen machinisten meer nodig, want alles gebeurt op afstand en wordt gemonitord op afstand door een moderator of een procesoperator die achter de monitor aan het bekijken is of de processen gewoon vlekkeloos kunnen doorgaan en dat er geen hiaten of geen fouten in het systeem zitten. En dit is een opstapstation van Unitsky String Technologies, hoe dat er eigenlijk uit zou kunnen zien. Het is een 3D-foto, dus het geeft nog niet realistisch weer hoe dat er in werkelijkheid uitziet, maar het geeft wel weer wat Unitsky String Technologies zou kunnen bieden. En we zien wederom dat het heel weinig ruimte in beslag neemt en dat alles zich bevindt op het tweede niveau. Aan de rechterkant zien jullie de drone en deze drone is in 2018 gepresenteerd aan het grote publiek op het Ecofest in Wit-Rusland. En op dit moment is hij in het certificeringsproces en is de bedoeling dat hij in de nabije toekomst ook daadwerkelijk wordt gecertificeerd. Zodat hij ook kan worden ingezet voor commerciële projecten om die te bevoorraden, zodat de commerciële projecten ook gebouwd kunnen worden.
We hebben drie soorten stringrails. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules er aan hangen. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules er aan hangen en bovenlangs kunnen rijden. En we hebben een flexibel spoorconstruct. En het woord flexibel zegt het al, dat is een flexibele spoorconstruct waarbij het laagste punt altijd lager is als bij de intermediate supports. En het mooie van deze baan is dat de modules eigenlijk onophoudelijk energie kunnen opwekken. Zodra ze naar het laagste punt gaan, wekken ze energie op. Gaan ze naar het hoogste punt, zullen ze wat energie moeten verbruiken. Maar dan nog is de verdeling altijd meer dan dat ze meer opwekken dan dat ze verbruiken. Door middel van staal-op-staal wrijving komt er ook energie vrij. En die energie kan ook worden opgevangen in een van de vele accu's die aan boord is. Diezelfde energie kan ook weer worden afgestaan voor bijvoorbeeld stedelijk gebruik of voor gebruik voor eigen consumptie. Dus maak hierbij een hele simpele verdeling van 80-20. 80 kan die afstaan en 20 zal die ten alle tijde nodig hebben om zelf weer vooruit te komen. De aerodynamica is ook een heel belangrijk aspect van Unitsky String Technologies. Je kunt niet plat gezegd een baksteen ontwerpen, de hoekjes een beetje veilen en er dan vanuit gaan dat het aerodynamisch zo goed is ontworpen dat het ook zijn werk doet. Nee, dat werkt niet zo. Het proces van aerodynamica is een heel langdurig proces. Dat is testen, meten, weten, ja, meten is weten, weer opnieuw beginnen, nieuwe berekeningen maken, net zolang totdat je een model hebt ontworpen wat voldoet aan het idee. En als we dan hier kijken, dan zien we dat er een model is afgeleid van de U-Flash, dat is de hoogsnelheidsmodule. En dan zien we dat de windcirculatie zowel voor als achterlangs weer tot een nulpunt bij elkaar komt. Dus het is eigenlijk zo ontworpen dat het geen vuile lucht veroorzaakt achter de modules als ze op hoogsnelheid voorbij komen rijden. Op dit moment is het ook zo dat de U-Flash al wordt getest, maar hij kan nog niet uitvoerig worden getest. En waarom kan dat niet? Dat heeft alles te maken met dat de huidige baan in Wit-Rusland is te kort. Die is 900 meter en eigenlijk is er minimaal 25 kilometer nodig om tot een goed testresultaat te komen. 10 kilometer is nodig om te accelereren van 0 tot 500 kilometer per uur. 10 kilometer is er nodig om op zijn topsnelheid te blijven en 5 kilometer is er nodig om op een rustige manier tot stilstand te komen. Er zijn wel voorbereidingen gaande, zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten, om te kijken waar ze het eerste of het snelste zouden kunnen bouwen. En dit alles heeft natuurlijk ook weer te maken met geld, want in het ene land is het goedkoper dan in het andere land om te bouwen. Maar uiteindelijk zal het wel zo zijn dat er in beide landen, dus op beide continenten, een testbaan zal zijn voor de U-Flash. En dit is de volledige rolling stock van Unitsky String Technologies. Alle modules, behouden de U-Flash, hebben een topsnelheid van 150 km per uur. We beginnen de lijst van vanaf linksboven en zo zal ik hem rustig naar beneden gaan. Dan beginnen we de lijst met de Uniwind. De Uniwind is een lichtgewicht module, biedt plaats aan 2 personen. De Unibike is een lichtgewicht module, biedt ook plaats aan 2 personen. Het mooie van deze module is dat dit het eerste geteste en gecertificeerde model is van Unitsky String Technologies. En dat ook het logo van Unitsky String Technologies hiervan is afgeleid, een cursief gedrukte U. Dan krijgen we de Unicar U4430 T1 en T3. Eigenlijk zijn deze compleet identiek. Dat alleen bij de kleine versie de plek is voor 6 personen en bij de driedubbele versie er plek is voor 18 personen. Nou, de U-Flash, zoals reeds gezegd, topsnelheid van 500 km per uur. En in deze configuratie is er plek voor 6 personen. De Unibus U4210. Biedt plaats aan 12 tot 14 personen. En iedere keer als er een module bij komt, is er dus ook plek voor meer personen. En ditzelfde geldt ook voor de Unibus U4220T2. In de enkele versie is er plek voor 25 personen. De tweedubbele versie plek voor 48 personen. En in de driedubbele versie is er plek voor 64 personen. Nou, dan komen we bij de vijfde generatie modules van Unitsky String Technologies. En dan zien we hier de Unilight. En de Unilight is ook een lichtgewicht module. Deze kan worden ingezet voor commerciële projecten zoals de bedoeling is langs het Ecotechnopark in Wit-Rusland. En ook voor andere doeleinden. En dan zien we aan de rechterkant de Unicarat. En de Unicarat is een nieuwe module en deze module biedt plaats aan 25 personen en zal binnen nu en niet al te lange tijd ook daadwerkelijk zijn eerste certificeringstestmeters gaan maken, zowel in Wit-Rusland als in de Emiraten. Ook op het vrachtvervoer is Unitsky String Technologies niet stil blijven staan. We zien hier een aantal modules, waaronder de Unicont, dat is een containermodule.
En we zien een Unitruck. Dat is eigenlijk een module die zou worden kunnen ingezet voor het verplaatsen voor granen, landelijke producten. En we zien een Unitrans, en dat is een grote lopende band. En deze zou kunnen worden geïmplementeerd bijvoorbeeld bij moeilijk bereikbare gebieden. Denk hierbij aan mijngebieden waarbij ze steenkool winnen en die op een efficiëntere manier dan dat nu veelal gebeurt in een haven zouden willen krijgen. Dan kunnen ze de Unitrans daarvoor heel goed gebruiken, maar die kan op een onophoudelijke snelheid van 30 km per uur de producten van A naar B verplaatsen. En zoals ik net zei, wordt de Unicont ook ontworpen. En we zien op deze foto's het ontwerp van de Unicont. Zowel een hangende versie als een staande versie. En op de onderste twee foto's zien we ook dat de module daadwerkelijk gebouwd gaat worden. En dit zijn eigenlijk de eerste officiële foto's van de Unicont. Tenminste van de containermodule, zoals die er straks uit gaat zien. Dus je ziet, ook al zien we niet heel veel qua ontwikkelingen, achter de schermen gebeurt er gigantisch veel. En dit alles gebeurt door een enthousiast team van plusminus 1000 engineers die dag en nacht bezig zijn om het idee samen met Anatoly Uniski te verwezenlijken. De berekeningen te berekenen. Klopt alles wat Anatoly Uniski heeft bedacht? Nou, dat gebeurt op het nieuwe kantoor in Wit-Rusland. Ze hadden een oud kantoor, maar ze groeiden eigenlijk letterlijk en figuurlijk uit hun voegen en ze hebben een nieuw kantoorpand betreden. Als het eenmaal is ontworpen, dan gaat het door naar de fabriek en daar wordt het geassembleerd. Daar zijn de handige handjes die het voor ons eigenlijk mogelijk maken dat wij het letterlijk en figuurlijk kunnen zien. Dus hier wordt het ontworpen systeem wordt hier daadwerkelijk in elkaar gezet. En als het in elkaar is gezet, wordt het getest en dan gaat het door naar het Ecotechnopark in Marina Gorka. En dat is een voormalig militair tankterrein wat Uniski String Technologies heeft weten om te toveren tot een florerend, ecologisch, zelfvoorzienend testpark. Dus eigenlijk is het één grote showroom in de open lucht. Ik ben er zelf twee keer geweest. Het is gigantisch mooi en het is eigenlijk ook een aanrader om het te zien. Ik realiseer me ook dat vanwege de huidige situatie dat het nu wat lastiger is, maar mocht er een moment zijn dat je wel in de mogelijkheid bent, dan kan ik je enkel aanraden om het te bezoeken. Er staan twee ecologische of ecohuizen. Deze zijn dus ook, zoals het woord doet vermoeden, CO2-neutraal, ecologisch, zelfvoorzienend. De testbanen staan daar. Daar wordt ook daadwerkelijk dagelijks op getest. En wat heeft Anatoly Uniski ook nog meer gedaan? Dat is op deze foto niet goed te zien. Maar langs het Ecotechnopark is een heel groot ecologisch vakantiepark verrezen. Daar kunnen internationale toeristen en lokale toeristen kennis maken met hoe Anatoly Uniski zijn visie eigenlijk voor zich ziet. Dus al met al zie je dat aan de ene kant er wordt getest en aan de andere kant wordt er gerecreëerd. Maar omdat er wordt gerecreëerd kun je mensen dus ook op die manier heel vriendelijk kennis laten maken met wat er komen gaat. Er wordt getest in verschillende weersomstandigheden. En we hebben hier bijvoorbeeld te maken met kwakkelwinters en kwakkelzomers. Maar bijvoorbeeld in Vietnam, en eigenlijk is het een beetje ironisch, want vandaag heeft het geloof ik op veel plaatsen ook onophoudelijk geregend. Maar ook in Azië, neem bijvoorbeeld Vietnam, hebben ze te maken met onophoudelijke regenbuien waarbij het dagenlang kan regenen. Maar zij zijn ook zeer geïnteresseerd in de modules van Uniski String Technologies. Nou, wat hebben ze in Wit-Rusland gedaan? Daar hebben ze letterlijk en figuurlijk een module onder de douche gezet en ze zijn gaan kijken. Blijft het passagierscompartiment droog? Blijft het elektronica-compartiment droog? En functioneert alles naar behoren? Dat heeft het gedaan. Dus de modules zijn nu ook gecertificeerd om bijvoorbeeld geïmplementeerd te kunnen worden in Azië in dit soort zware weersomstandigheden. Daarnaast hebben ze bijvoorbeeld in Azië ook te maken met strenge winters. Denk bijvoorbeeld aan Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan. Allemaal te maken met zware winters. Maar ook in de winter kan Uniski String Technologies nog steeds bouwen en kunnen ze nog steeds testen. Nou, en dat testen gebeurt natuurlijk onophoudelijk. Wat hebben ze gedaan? De Unibus U4220T2 is in 2017 gepresenteerd. En in 2018 natuurlijk ook getest en hebben mensen ook bij mee kunnen gaan. Maar ze hebben inmiddels ook nieuwe updates toegevoegd aan de bestaande module. Om te kijken of ze een module kunnen ontwerpen die eigenlijk met het beste van het beste de markt op kan komen. Dus aan de ene kant zullen mensen zeggen, ja, in Wit-Rusland is dat is eigenlijk een groot pretpark.
Ja, dat kun je zeggen. En aan de andere kant zeg ik er dan ook meteen bij, het is een testpark, daar wordt daadwerkelijk dagelijks op getest om ervoor te zorgen dat Unisci String Technologies op een goede manier de markt op kan, want hierbij mag niks misgaan. Op het moment dat er iets misgaat en ze hebben de markt betreden, dan zal dat echt daadwerkelijk invloed hebben op alles en nog wat, en dat willen we niet. Daarnaast zijn ze ook bezig op het Ecotechnopark in Wit-Rusland met het realiseren van een nieuwe testbaan. En die testbaan zal ook worden gebruikt om bijvoorbeeld nieuwe modules te testen. Denk bijvoorbeeld aan de Unicont, Unicar, Unicarat. Eigenlijk alle modules zouden hier ook weer op getest kunnen worden. En zo ziet het er dan uit. Modules die gebruik maken van één stringrail. Dus eigenlijk het grote voordeel wat we hier zien is dat modules ook niet meer op elkaar hoeven te wachten. Zowel boven als onderlangs kan er gelijktijdig gebruik worden gemaakt. En je kunt deze modules ook zo integreren dat bijvoorbeeld aan de onderkant de containers rijden of aan de bovenkant. En aan de andere, of aan de onderkant of bovenkant het passagiersvervoer zijn voortgang kan vinden. Het geluid is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect van de Unisci String Technologies. De modules maken een ongeveer een geluid van 85 decibel. En dat is niet te vergelijken. Op het moment dat het met de 150 kilometer voorbij komt rijden, heb je het geluid pas gedetecteerd als het al voorbij is. Daarnaast is het ook zo dat de stringrail zelf compleet is geïsoleerd. Dus dat geluid kan ook niet weg. Dat is heel uniek om te merken. Maar je hoort eigenlijk niet dat zo'n module voorbij komt rijden. Het enige wat je hoort zijn de koelingsventilatoren voor de motoren. En die maken eigenlijk praktisch geen geluid. Daarnaast hebben ze ook heel veel samenwerking met internationaal bekende bedrijven. En een van de meer bekendere bedrijven is het Belgische bedrijf Bekaert. Ze hebben rollen staal geleverd, zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast hebben ze ook samenwerking met het Chinese bedrijf Lenovo. Wij kennen het voornamelijk van onze computers. Maar Lenovo heeft hele grote datakasten geleverd aan U-Sky Transport en Unisci String Technologies. Dus zie je dat ze eigenlijk op vele fronten worden voorzien van wat ze nodig hebben. Dan gaan we nu van Europa langzamerhand naar de Emiraten. En dit is het U-Sky Transport Certification Center in Sharjah. En zijn onderdeel van het Sharjah Research Technology and Innovation Park. Een hele mond vol. Maar wat is dat Sharjah Research and Technology and Innovation Park? Dat is eigenlijk één grote verbindingshub. Je moet het zo zien. Unisci heeft het product. En het Sharjah Research Technology Innovation Park heeft eigenlijk de contacten. En wat doen zij? Zij brengen de contacten letterlijk en figuurlijk in contact met het product. Dus al met al is het een fantastisch iets waarbij Unisci String Technologies heel veel naamsbekendheid heeft gekregen. En dat er ook al inmiddels heel veel mooie potentiële en concrete producten de markt op zijn gekomen. Wat we op de foto zien is het testbare hoe dat eruit gaat zien in 3D. Maar we zien ook twee originele foto's, bestaande foto's van de 400 meter lange lijn. Die is inmiddels compleet gecertificeerd en operationeel. En het houten ecohuis, dat is eigenlijk het kantoor waarbij delegaties ontvangen kunnen worden. En waar vanuit ook de marketingmachine eigenlijk wordt bediend. Zodat de wereld langzamerhand in contact kan komen met Unisci String Technologies. En dit is de 400 meter lange lijn. Deze lijn is operationeel gegaan eind 2019 onder toeziend oog van de Sheikh van Sharjah. Die is ook persoonlijk betrokken bij dit project, bij dit hele gebeuren. En die heeft er ook zijn goedkeuring op bedacht. Want wat heel belangrijk is om te vermelden, de Emiraten hebben destijds een volledige stage opgekocht aan $25 miljoen. Dus die zijn ook letterlijk en figuurlijk betrokken bij dit innovatieve transportsysteem. Ook in de Emiraten wordt al getest op zowel passagiers als op goederenvervoer. En dan zullen we denken, ja, maar dat is een mini-container. Wat is dat nou? Dat is hartstikke belachelijk. Het lijkt misschien belachelijk, maar alle modules van Unisci String Technologies worden in de testfase zeker 5-6 keer zwaarder beladen dan noodzakelijk. En waarom is dan dat? Dat is om ervoor te zorgen dat eigenlijk alles gewoon naar behoren blijft functioneren. En de data die vrijkomt, die wordt weer gebruikt om de modules nog efficiënter te maken, om de chips nog efficiënter te programmeren, zodat die modules straks op de best mogelijke manier de markt kunnen betreden. En wat nu als er een probleem is, dat de module niet meer van zijn plek kan komen, dan is er altijd nog een plan B, C, D en E. En in dit geval zijn we bij plan E, dat mensen op een veilige manier middels een kabel van een liersysteem van boven naar beneden kunnen rijden. Of niet rijden, maar zich kunnen laten zakken.
Daarnaast heeft Unitsky String Technologies ook in de Emiraten heel veel certificaten. En die certificaten zijn heel belangrijk. En waarom zijn ze zo belangrijk? Dit zorgt ervoor dat het bedrijf goed functioneert. Het zorgt ervoor dat alles op orde is. En dat ze gewoon op een goede manier de markt kunnen betreden. Nou, dit is ook een ander certificaat. Ook weer een ISO-certificaat. Wat aangeeft dat de management, de kwaliteit lagen helemaal op orde zijn. Dus je kan het zo gek niet bedenken het certificaat is er of het is afgegeven. En dit is ook een certificaat, ook weer een ISO-certificaat, wat ook aangeeft dat Unitsky String Technologies ook in de Emiraten op wetenschappelijk niveau functioneert. En Unitsky String Technologies is natuurlijk van Anatoly Unitsky. En Anatoly Unitsky houdt het ook persoonlijk zelf in de gaten. Klopt alles wat ik heb berekend? Functioneert het? Dus we zien hem hier op een foto. Ik vond het een hele mooie foto om ook even met jullie te delen. Want hij is dus echt nog steeds, ook al is hij op late leeftijd, nog steeds dag en nacht in touw om ervoor te zorgen dat dit project gaat slagen. Dat zijn kindje daadwerkelijk straks een volwassen kind gaat worden. En dat ook de markt gaat kunnen betreden. Nou, dit is testlijn 4 die volledig in aanbouw is en die eigenlijk nu in de laatste fase is van de bouw. Dus we zien eigenlijk hier twee foto's. Eentje is iets ouder en de ene is wat recenter. En dat laat dus zien dat ze ook volledig nog elke dag bezig zijn. En inmiddels zijn de intermediate supports van testlijn 4 ook al goedgekeurd. Dus hier hebben ze ook weer een certificaat voor gekregen. Nou, en dan zien we hier dat ook testlijn 2, dat er ook nog steeds aan wordt gebouwd. We zien hier op de linkerkant van de foto, kijken we op de tweede etage uit op de 2,5 kilometer lange lijn. En aan de rechterkant zien jullie een visualisatie van hoe het gaat worden. Als ik het kort moet samenvatten, dan is het transportsysteem CO2-neutraal, milieuvriendelijk. Energie zelfvoorzienend, het zorgt voor een beter leefklimaat voor mensen en natuur. Het is goedkoop om mee te reizen en om te implementeren. En het kan gebouwd worden in bestaande infrastructuur, dan wel in de infrastructuur die nog moet worden gebouwd. Het is een hele lange lijst. Mocht je meer informatie willen hebben, dan verwijs ik je even naar www.skyway.capital. En dan gaan we naar de updates. En eigenlijk een aantal jaar geleden is alles begonnen met een aanvraag van CNN. En die aanvraag was heel simpel. Mogen wij een verslag doen van het testpark in de Emiraten? Want wij zien dat er iets gebeurt en dat heeft eigenlijk wel onze aandacht. En sindsdien is het een onophoudelijke stroom van aanvragen van mediabedrijven of zij een bericht mogen schrijven over Unitsky String Technologies. En voor de mensen die al langer zijn betrokken bij Unitsky String Technologies, weten hoe moeilijk het is geweest, of hoe moeilijk het was om om er maar over te vertellen. Want de overheden waren veelal van mening dat het een scam was, dat het de piramide was, of hoe je het wil, dat het bedrijf met het geld vandoor zou gaan, dat het niet levensvatbaar was. Maar dit artikel, en dat is ook al een iets ouder artikel, maar nog steeds accuraat genoeg om met jullie te blijven delen, maar dit artikel geeft aan dat bepaalde overheden destijds uitspraken hebben gedaan, maar dat ze daar langzamerhand om moeten terugkomen, omdat dit innovatieve transportsysteem wel degelijk het beste is wat ze op dit moment zouden kunnen implementeren in bestaande infrastructuur, dan wel in infrastructuur die nog moet worden gebouwd. Nou, dit is Anatoly Unitsky met koning Letzi III van Lesotho. Die heeft ook een bezoek gebracht aan het testpark in de Emiraten. Dus zo zie je dat eigenlijk binnen de hoogste konterijen Anatoly Unitsky met Used Car Transport of Unitsky String Technologies gewoon bekend is. Dus dat dat de aandacht opwekt. Nou, in Indonesië hebben ze afgelopen jaar een Memorandum of Understanding ondertekend voor een aantal trajecten, waaronder een traject van een station naar een shoppingmall, om dat te realiseren. Dus ze zijn dus ook weer opnieuw in Indonesië aan het kijken naar de mogelijkheden om Unitsky String Technologies te implementeren. Daarnaast is er ook ontwikkeling in Dubai. Zoals Nadezhda Kosareva, CEO van Unitsky String Technologies, aan heeft gegeven, zijn daar de eerste voorbereidingen voor de 15 kilometer lange baan met 21 stations ook in voorbereiding. Dus je ziet op verschillende continenten is er beweging. Nou, wat heeft de RTA gedaan? Die heeft na de afgelopen beurs in Berlijn, de InnoTrans, hebben zij een module van Unitsky String Technologies meegenomen om de mensen aan te laten zien wat zij zullen gaan doen binnen nu en een aantal jaren.
En ook in Sharjah is aangegeven op het moment dat het tot het succesvolle certificering komt van de modules op het testpark in Sharjah, zullen de eerste commerciële trajecten in Sharjah ook worden aangekondigd. Nou, en hetzelfde geldt ook voor Abu Dhabi. Zij zijn geïnteresseerd in 3 commerciële trajecten. Dus je ziet eigenlijk al dat je nu 3 emiraten hebt, waarbij de vergaande gesprekken zijn met Unitsky String Technologies. En op het moment, en dat zien we hier ook op de foto, dat je Anatoly Unitsky zelf aan tafel ziet, kun je er al van uitgaan dat de gesprekken vergevorderd zijn en dat ze achter de schermen heel ver zijn. Maar ja, je kunt niet een module ja, eigenlijk aanbieden die niet is getest. Dus het is wel van belang dat de testfase naar behoren zal verlopen en dat die ook gewoon goed zal gaan verlopen. En dat zal ook wel gaan gebeuren, want daar wordt ook de tijd voor genomen. En dat is heel belangrijk dat de tijd ervoor wordt genomen. Je kunt niet, zoals wat Tesla heeft gedaan, even als een kleine zijstap, een auto ontwerpen en vervolgens mee wegkomen dat die auto vol zit met kinderziektes. Dat kun je niet, dat kan Anatoly Unitsky met Unitsky String Technologies niet. Ze kunnen maar één keer iets doen en die ene keer moet wel goed zijn. Daarnaast hebben ze ook verschillende samenwerkingen met internationale universiteiten. En waarom is dat? Dat is om ervoor te zorgen dat het gedachtegoed van Anatoly Unitsky straks wordt omgezet tot lesmateriaal, zodat studenten hier ook op af kunnen afstuderen en zij ook kunnen werken voor Unitsky String Technologies. Nou, dat gebeurt zowel in Europa, in Wit-Rusland, als in de Verenigde Emiraten, op het Sharjah Research Technology Innovation Park. Daar zijn klassen die worden uitgenodigd door de universiteiten, komen daar op bezoek. Dus al met al zie je dat een stukje opleidingsniveau, dat het ook al aanwezig is. Nou, en ik denk dat dit wel leuk is om te delen, want heel veel mensen vragen zich af, ja, maar wat zijn nu de commerciële trajecten? Met welke landen zijn ze nu in gesprek? Ik heb hier een lijstje gemaakt met op dit moment de landen waarmee ze in gesprek zijn. En zoals je ziet ook, wat je ook in de tekst ziet, het is officiële informatie die je ook zelf kunt terugvinden en die ook is vrijgegeven door Unitsky String Technologies. Nou, we zien hier Bahrein, we zien India, Indonesië. En we eindigen de lijst met Lesotho. Dit zijn de landen waar Unitsky String Technology mee aangeeft dat ze hiermee in onderhandeling zijn. En we zien hier de lijst van commerciële trajecten. Nou, dan beginnen we de lijst Verenigde Arabische Emiraten. Dat heb ik net ook al aangegeven. Verenigde Staten, nou, die zal misschien voor de meesten nieuw zijn. Het is nog niet bekend in welke staat dit zal zijn, maar het staat ertussen. Rwanda, El Salvador en Kazachstan. Dit zijn de landen die nu officieel door Unitsky String Technologies zijn aangegeven, waarbij zij trajecten zullen gaan bouwen. Dus dit is ook weer een goede stap in de richting. En je hebt uiteindelijk commerciële trajecten nodig. Beursgang komen zonder dat je aandeel zou imploderen. Dat wil je niet. Dus dit zal erbij dragen dat het aandeel dat het ook daadwerkelijk zijn koerswaarde kan blijven behouden, omdat die wordt ondersteund door daadwerkelijke commerciële trajecten en niet wordt ondersteund bij een simpel idee. Nee, het is straks tastbaar. Nou, en hoe lang zal het duren om een commercieel traject te bouwen? Dat neemt ongeveer 2 jaar in beslag. Dus je hebt net al een aantal landen gezien waarmee zij aangeven dat ze zullen bouwen. Dus zij zullen al iets verder zijn in dit stappenplan. Maar van A tot Z zal het ongeveer 24 maanden, als alles gewoon functioneert en blijft werken, ja, zal het duren zodat je een commercieel traject gerealiseerd kunt hebben. Ik heb in het begin van mijn presentatie aangegeven dat ik professioneel gebruik ben van de applicatie AdvaHunter. En wat is AdvaHunter? AdvaHunter maakt het mogelijk om visualisaties te maken, zoals jullie hier ook op de foto zien, van Unitsky String Technologies. Dus dat je mensen ook in één oogopslag kunt laten zien wat het inhoudt, hoe het eruit ziet en hoe het zou kunnen functioneren. En hierbij hoef je dus niet meer 3D-plaatjes te laten zien, maar kun je dus gewoon een bestaande foto maken met een stringrail, met een module van Unitsky String Technologies. Zodat je mensen dus ook, wat ik net ook aangaf, dus meteen kunt laten zien van dit zijn de mogelijkheden en zo ziet het eruit.
Dit zijn de informatiekanalen die je kunt raadplegen. We hebben een Facebook-kanaal, een Skype-kanaal, een Telegram-kanaal. Ik kan eigenlijk iedereen aanraden om dat Telegram-kanaal, om jezelf daarop te abonneren. Want het is nog steeds zo dat er soms storing is op een van de social media-kanalen. En dan is het altijd prettig dat je in ieder geval een kanaal hebt waarbij je ons kunt bereiken. Of in ieder geval kunt zien dat er niks aan de hand is. Want ja, er hoeft maar iets te gebeuren met verschillende sites. En ja, het zit gewoon in het aard van het beestje. Wij mensen schieten dan in de paniek. We zijn veelal bang dat het weg is. Maar dat is niet zo. We hebben ook te maken met technologieën. En soms is de technologie zo mooi dat we er geen invloed op hebben. Daarnaast heeft Junitsky ook zijn eigen site. www.junitsky.engineer. Hetzelfde geldt voor het bedrijf. www.ust.inc. En wil je alle updates nog eens een keer rustig nalezen, dan kun je dat terugvinden op onze eigen Facebook-kanalen. Dit zijn nog de contactgegevens van Nettie Sommers en mij. Ook in 2023 zullen wij ons uiterste best weer gaan doen om jullie van alle updates te gaan voorzien. Mocht het zo zijn dat je een vraag hebt over een betaling, of een vraag hebt over een probleem waar je niet mee uitkomt, laat het ons even weten. Wij zijn geheel tot jullie beschikking. Mocht een van ons niet opnemen, ja, dan is een van ons altijd wel weer bereikbaar. Dus ook hierbij geen zorgen, we zijn gewoon tot jullie beschikking. Ik ben hiermee aan het einde gekomen van mijn presentatie en ik wil jullie dan ook hartelijk danken voor jullie tijd, aandacht en energie. Ik hoop jullie ook te mogen verwelkomen op een van de eerstvolgende presentaties die zal aankomende donderdag worden gegeven door Nettie Sommers. En zij zal jullie dan ook weer meenemen in de ontwikkelingen en in het land van Junitsky String Technologies. Nogmaals hartelijk dank. Ik wens jullie nog een fijne avond en ik hoop jullie natuurlijk ook weer op de volgende webinar te mogen zien. Hartelijke groet en maak er wat moois van.